Hallo iedereen, hier ben ik weer. Ik ben Ellen van CraftyEllenH.be en vandaag wil ik je graag laten zien hoe ik een verjaardagshoed en staf maakte voor de verjaardagshop van Else Brigé. En ik wil jullie graag laten zien hoe ik deze hoera maakte met de snijmaal en stempelset van het Isje verjaardag van de Else Brigé stempels. Allereerst gebruik ik Versamark ink. En dat is dezelfde die je gebruikt voor embossingpoeder. Zoals jullie zien heb ik de snijmaal en het is je verjaardagstempel hier al gebruikt. Ik doe het poeder erop en dit keer is het geen embossingpoeder. Het is eigenlijk een soort van lijm. En die zorgt ervoor dat je kan foilen. Ik weet eigenlijk niet hoe je het in Nederlands noemt, maar dat goudige schijn krijgt. Sorry als mijn camera soms een beetje veel scherp zat. Het is een nieuwe camera. Dus ik heb dat verwarmd, gelijk embossingpoeder, en dan vervolgens een stukje foil opgelegd en tussen mijn laminator gestoken. Probeer heel veel, zou ik zeggen. Ik had eerst een filmpje gezien waar dat ze de foil meteen op de die of op de stempel deden met die poeder en al de rest. En dan gewoon in hun laminator staken. En dat werkte voor mij niet. Ik heb uiteindelijk nog papier gebruikt, verschillende soorten papieren. En hier zie je, hier gebruik ik een dunner papier dan ik voordien had gebruikt met die andere hoera die hier al lag. En het is iets minder goed gedaan. Dus ik raad aan, probeer gewoon, want het is niet altijd even simpel. Maar het effect is enorm mooi. Dus ik zou zeggen, als je een lamineermachine hebt, vind ik het geld toch wel waard voor die poeder en die foil te kopen. Uiteindelijk, zo heel veel kost die niet. En als je dat dan kan doen, het effect is super. Nadat ik mijn mooie hoera eindelijk heb gecreëerd, begin ik dan aan mijn verjaardagshoed. De hoed heb ik ook geprint vanuit een template. Het is een gratis template, dus die kan je ook vinden op mijn blog. Waar ik die gevonden heb, helemaal onderaan mijn blog zal een supply list staan met de stempels die ik heb gebruikt van Else Brigé en deze gratis hoed template. Print dat met je printer. Kijk hoe dat je printer print. Dat is het gemakkelijkste met een bolletje te zetten op je blad ergens. En goed onthouden waar je dat hebt gezet en hoe dat je dat papier in je printer hebt gedaan. En print gewoon. Ik heb dat nu geprint op van dat dikke designer papier. En vervolgens gebruik ik mijn lijmpistool om het vast te kleven. Ik gebruik ook hier mijn lijmpistool om die ster te kleven. Dan heb ik zo'n paar verschillende snijmallen gebruikt om dan het volledige volledige hoedje te creëren, zou ik maar zeggen. En als finishing touch natuurlijk mijn mooie hoera, mijn blinkende hoera. Ik vind die echt super mooi. En dan een klein strikje met een glittersteentje erop. Vervolgens doe ik hetzelfde met de staf, zal ik het maar noemen. En ik vind dat echt super leuk. Dus je kan hier zien, sommige dingen doe ik met 3D foam en andere dingen niet. Zo, dus de grootste cirkel doe ik op foam, de andere cirkel niet. En dan de hoera doe ik terug op foam en de rest niet. Ik had ook een andere vorm van een strikje en die gebruik ik dan ook voor de onderkant van mijn staf. Of gewoon omdat ik dat leuk vond en mooi. Maar ik zeg het, ik vind die effect van die foiling zo mooi. Ik was zo blij dat het was gelukt. Ik heb een paar keer moeten proberen, maar van zodra het lukte was ik echt wel verbaasd van het resultaat. Het is echt heel mooi. En dan lijm ik dat terug met mijn lijmpistool.
kijk goed uit als je een lijmpistool gebruikt. Soms is het echt wel warm. Dat van mij warmt niet zo heel hard op. En je gaat hier ook zien dat ik deze linten ook kleef. Maar dat kan je zeker niet met alle lijmpistolen doen. En dan is het eigenlijk zo goed als bijna af. Yay! Zo, dus ik wil jullie hartelijk bedanken om langs te komen en mijn filmpje te zien. Hier kan je nog enkele close-up foto's zien en gewone foto's zien van de hoed en de staf. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik raad jullie zeker aan om ook te kijken op de Els Brigée blog en op mijn eigen blog om te kijken hoe de hop in elkaar zit, wie de volgende is. Je kan hiermee inspiratie opdoen, maar natuurlijk ook een 30 euro giftbon van de shop, of cadeaubon van de shop winnen. Dus het is zeker de moeite om te kijken hoe en wat je allemaal moet doen hiervoor. En voor de rest wens ik jullie een super fijn weekend toe en bedankt nogmaals om er langs te kijken. Als je geïnteresseerd bent in nog een filmpje dat ik maakte voor Els Brigée of in andere filmpjes, kijk gerust op mijn YouTube kanaal of op mijn blogje. Dat was het dan. Tot de volgende. Dag!